Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken door middel van seksuele verleiding. Geil. Hey. En deze week zijn daar... Kut, hoe heet ze? Hey, jullie zijn boos, hè? Ja. Met welke zin zijn jullie nou eigenlijk te verleiden? Wat? Ik vind anussen echt oprecht vies. Oké, let op. Deze week komt alles samen waar je ooit van droomde. Twee werelden die vanwege levensovertuiging tot nu toe strikt gescheiden waren, zullen samensmelten en aan innig verleidingsspel en stomende seks een kind voortbrengen. En dat kind, lieve kijkers, is dit filmpje. Temptation. Goedemorgen. Goedemiddag. Hoe gaat het? Goed. Oké, met wie heb ik het genoegen? Ja, Lisa. Ik ben Robin. En ik ben Kimora. En wij zijn in de camera voor. Oké, let op. Jullie zijn boos? Ja, we zijn heel erg boos. Ik ga even vragen aan jou of je dat uit wil leggen waarom dat zo is. Let's go. Er is dus een mevrouw, Chloe Franke. Zij is bekend van Temptation Island en dat soort dingen, gewoon gekke dingen. En nu is ze allemaal influencertje geworden en zo, en kledingmerk en dat soort dingen. En ze had modellen nodig. Ja. En toen heeft ze castingdagen gedaan en wij zijn 3 van de 15 meiden die zijn aangenomen. Ja? We hadden superveel belovende dingen gekregen en zo. Weet je, gewoon een mail van jullie krijgen vergoeding, jullie krijgen reiskostenvergoeding, jullie krijgen kleding, jullie krijgen een portfolio en dat soort dingen. Dan pak die mails erbij. Hey, zoals ik je maandag al wist te zeggen, ben je geselecteerd als model voor Cloth & Clo. Wat houdt dat nu in? Fotoshoots en modeshows zijn vergoed. Zowel de shoot zelf als de reizenverkosting. Reizenverkosting, ja? Ja, dat staat hier, reizenverkosting. De reiskosten. Reizenverkosting. Als model vertegenwoordig je het merk en ben je ons uithangbord. Anyway, er staat gewoon dat jullie vergoeding krijgen. Ja, ja, dus dat staat gewoon niet. En na de eerste shoot bleek het al snel zo te zijn dat het helemaal niet zo was. En had ze het contract zo opgesteld dat wij eigenlijk niks meer konden doen. Ze had er mondeling bij verteld dat we wel een vergoeding zouden krijgen, ook stond het niet in het contract. Ja, wat stond er wel in het contract? Dat we reiskostenvergoeding zouden krijgen, ja. En gratis kleding. Ja. En dat we minimaal voor een jaar model zouden zijn. Oké. En waarom hebben jullie dat contract voor vakzekers getekend? Chloe was nogal overtuigend. Ja. Ja? Ze weet goed hoe ze mensen moet dingen laten geloven dat niet zo is. Ja, daar is een beetje bekend van volgens mij. Ja. Ja. En het gaat om 15 modellen in totaal. Ja, ongeveer. Hoeveel geld zouden jullie willen dan als vergoeding? Het minimale bedrag wat je verdient als 18-jarige. Ja. Ja. 20-jarige. Oh, ja, €100. Ja. Dat is dus de reiskosten. Daar zit dan in de kleding. De reiskosten en de vergoeding. Oké. Nou, zullen we er maar eens naartoe gaan dan? Ja. Maar eerst is het tijd voor de... Voice-over. Enige toevoeging voor het gesprek. Ja, dat is oké. Heel goed gedaan. Goed! Ja. Wat hebben we hier, dames en heren? Nou, we hebben hier een verleidster uit Temptation Island. Ook wel ons favoriete programma. We zijn gewoon eerlijk. Ja. Die verleidster heeft 15 modelletjes in de val gelokt. Kijk, dit is er, de Belgische schone Chloe. Hi Chloe! Hey Chloe, wat jij hebt gedaan met die modellen mag dus helemaal niet. Niet in België, maar ook niet in Holland. Je belooft een vergoeding, reiskosten en gratis kleding voor de modellen die voor jouw kledinglijn fotoshoots doen. En daarna zeg je, oh nee, toch niet, geen vergoeding. Je krijgt helemaal niks. Gekke is, eerst lok je met bepaalde voorwaarden een groep meiden naar de casting. Je laat die meiden onder valse voorwenselen een compleet nieuw en ander 0 euro contract tekenen. Wat je mondeling verkoopt als, hey, hier staat in geen vergoeding, maar die krijg je dus wel. Goed, misschien niet briljant van die modellen om dat te tekenen. Die modellen die praktisch nog enthousiaste kinderen zijn. Maar je zei erbij, je krijgt wel geld. Ook in de mail. Ja, nou dat contract verscheur je dan weer. Heel weird. En dan gebruik je wel 4 maanden lang de hoofden van die meiden om je broekjes te verkopen. Ja hoor. Zo kunnen wij het ook. Maar dat doen we niet, want wij hebben moraal. Chloe, en daarom ga jij die meiden netjes terugbetalen. Ja toch? Precies. Wat we gaan doen is het volgende, namelijk, we weten waar ze zit nu, ja. Chloe. We hebben even gebeld, we hebben gezegd, luister, er moet een pakketje gebracht worden, ben je thuis dan? Ja. Nou, dat pakketje, dat zijn wij. Ja. Wij halen haar op en dan zeggen we... Dat is een datingshow. Ja, een Nederlands. Immers bijna Valentijn. Ja, hoe gaan we de datingshow noemen? Your surprise date. Date van je leven. Date van je leven. Ja. Die is aan leuk. Heel leuk. Heel leuk, ja. Heel leuk. Dan zeggen we om de hoek, staat diegene en dan zeg je daar, hey, what the fuck's up. Wacht hier, ja. Wij komen er zo aan. Niet bang zijn, niet met vreemde mensen praten. Nee. Opgegeven? Ja. Oké, geen gekke contracten tekenen. Ja. Even normaal doen nou, ja? Wij gaan Chloe even halen. Ja. Tot zo! Zo. Wij zien iemand verleiden samen. 100. Hier zijn. Smets Franke. Chloe Franke.
Hi, ik ben Tim Hofman van de Nederlandse televisie en ik ben op zoek naar Chloe Franke. Oh, en Chloe Franke die steekt ziek in haar bed. Meen je dat nou? Ja. Shit, we hebben iemand beneden op haar wachten. Dus we willen... Wacht, ik ga ze eens even schroeven, hè. Wacht een ogenblikje. Ja, dat is goed. Zo. Ik ga hem ook doen. Hallo. Hallo, Chloe. Mijn naam is Tim Hofman, ik ben van Nederlandse televisie. Ja. Ja. Maar ik ben echt zo ziek. Echt? Hoe ziek? Ik ben heel ziek. Oh, maar echt... Ja, kom maar. Maakt niet uit. Ik ga mezelf even opfrissen. Ja, dan wacht ik beneden op je, ja? Oké, is goed. Oké, tot zo. Hoezo kan nooit iets normaal bij ons? Ik weet het niet. Hoezo woont ze bij de moeder? Hoezo is ze ziek? Waar is die moeder? Hoezo is ze zo vriendelijk? Ja. Hoezo? God damn it. We halen ze gewoon even hierheen dan. Ja, oké. Nou, als ze echt ziek is. Maar een beetje zo staan, zo. De moeder was heel lief. Zij klinkt ook heel aardig. Nee. Ze is psycho. Bedrog. Wat? Oh. Oké. Okay. Oh. Wat? Hey. Ik ben echt super ziek. Oh, kut. Is dat jouw hond? Ja, dat is mijn hond. Oké. Okay. Nou, welkom bij Date voor je Leven. Ja. Ik ben Tim. Hi. Hi. Laat de hond maar even bij. Yeah. Oh my god. Yes, yes. Chloe, jij bent natuurlijk al bekend op televisie. Yeah. We hebben drie mensen die jou heel graag willen ontmoeten. Yeah. Ja. Ben je daar klaar voor? Of kan jij je ogen dicht doen? Help ik je van de trap. Super. Oké. Okay. Yeah. Ja, moet je de hond even weg doen misschien. Ogen dicht, ogen dicht. Ben je klaar voor? Mm-hmm. Oké. Okay. Chloe, voor jou zijn hier. Mm-hmm. Kijk maar. Hoi. Hey. Hallo. Drie modellen. En die drie modellen hebben een probleem met jou. Ja. En dat wilden wij heel graag oplossen. Ja. Deze voor jou. Dank u. Nou, leg het nog maar even uit. Wat is er aan de hand? Wij krijgen nog geld. Ja, we krijgen nog best wel wat van jou. Ja, oké. Maar dan ga ik hier nu even... Wat? Waar kunnen we het toch over hebben, Chloe, of niet? Dat is allemaal uitgelegd in het contract. Ja? Ja. Maar ik heb ook... Het contract staat zwart op wit. En ik ga hier... Oh, Chloe, laat het even over hebben. Laat het even over hebben. Hij wil niet blij, hè? Chloe! Hoe gek is haar vriend? En hebben ze een pistool? Niet zo gek, nee. Ik weet niet of je thuis is. Nu word ik geïrriteerd. Ja, denk het wel, ja. Nee, je wil met hier dan. Ja, dat weet ik. Oh, okay. Ja, ja. Hallo. Hey, wij zijn van een Nederlands tv-programma en wij komen voor Chloe als verrassing. Zou je voor ons de voordeur open willen doen? Ja. Oké, okay. Dankjewel. Yes! Chloe! Kom even praten, dan lossen we het gewoon even netjes op. Chloe? Hallo? Ja. Hi. Ik zou willen dat die camera vloog. Dat is goed. Maar mogen wij het dan oplossen? Nu onmiddellijk die camera vloog weg. Maar we willen het graag oplossen met je dochter. Die heeft 14 modellen opgelicht. Die camera vloog weg. Die heeft 14 modellen opgelicht. Dat is niet waar. Die Ik heb de mails. Ik heb de mails hier. Er is kleding beloofd. Er is geld beloofd. Reiskostenvergoeding beloofd. We hebben het juridisch laten checken. Kom het dan even uitpraten. Is dat dan de deal dat we de camera even wegdoen? Hallo? Nou, het probleem is, ik ben blij dat u even praat met ons. We doen de camera ook even weg. Het probleem is dat er dus contracten zijn die niet kloppen. Hallo? Stel dan geen vraag. Ja, zijn ze echt? Oh ja, politie. Belgische politie. Spannend. Hallo. Hallo. Ik gok dat jullie voor ons komen, denk ik. Ja. Oké, okay. Hi, Tim. Hallo. Hi, wij zijn van de Nederlandse publieke omroep. Mm-hmm. En wij hebben een consumentenprogramma. En hier woont Chloe van Temptation Island. Ja. Temptation. Temptation. En
die heeft 14 modellen opgelicht, contractueel. Dus eigenlijk kwamen we heel vriendelijk van, joh, laten we dat even oplossen. Ja, nu hebben ze ons gebeld dat ze liever hebben dat je niet op bezoek komt. Dus ja, maar we mogen wel hier voor de deur staan, toch? Dat... Ja, liever niet eigenlijk. Waarom niet? Dat is verstoring van de openbare orde dan. Maar ik ben journalist, ik mag toch overal staan? Ja, en als wij vragen voor de plaats te verlaten, dan zou ik de plaats moeten verlaten. Ai. Jammer. Nou, dan doen we dat niet. De cameraploeg doet de eerste man weg. Zegt dat ze weg? We zijn aan het oplossen. Ja, we zijn het aan het oplossen. Ja. Ja, maar zeg dat ze zijn aan het filmen. Ja, mevrouw, we zijn aan het oplossen. We komen dadelijk tot u. Ja. Als u dan zorgt dat die... Als u dan zorgt dat die modellen betaald worden, gaan wij gelijk weg. Heb je het contract gelezen? Het is doorgestuurd naar de tv-familie. Het was nihil. Ze hebben een bon gekregen van 50%. Ja, hun gezichten zijn vier maanden gebruikt. Ze zijn mails waarin geld beloofd wordt. Dus uw dochter heeft 14 meiden opgelicht. 14 meiden van 18. Ja. Goed. Ja, oké. Okay. Kun je nu vragen wij trekken? Gaan. Dat is heel erg. En ik weet dat het heel met anders, maar we kunnen er op dit moment zo niks aan doen. Oké, okay, dankjewel. Succes binnen. Chloe. Lieve Chloe. Geintje. Niet heel lief. en je moeder. Gezellig hier dat je er bent. Luister. Je hebt 14... tenminste 14 jonge meiden opgelicht. Niet als ik toekijk, vriend. Dus hier heb je de oorkonde. We weten dat je het gaat zien. Ik mail ook dit stukje nog even naar je. Het is de vet chill dat je als talent hebt dat je relaties van anderen kapot maakt. Maar dat betekent nog niet dat je ook levens van modellen kapot moet maken door ze niet te betalen. Daarom dit kampvuurgesprek zonder kampvuur. En zonder Rick en zonder televisie die gevaarlijk dicht bij het vuur ligt. Waarom ligt die daar vet onhandig? Dus geef terug dat geld oorkonde. Ja, we kunnen hem hier laten voor Chloe, of we kunnen hem nog een keer overhandigen. Oké, zijn jullie nog boos? Ja. Ja. Ja, tuurlijk. Bozer. Bozer nog. Nog bozer. Godverdomme. Chloe, als je kijkt, luister. Dit is niet goed, hè, wat er nu gebeurt. Dat is niet best. Mocht je nou financieel genaaid zijn, mail ons boze@bnnvara.nl en dan gaan we deze nog een keertje overhandigen. Moeten we maar een keer doen dan, hè? Ja, ze zal wel ergens nog een stapeltje hebben. Maar misschien dat ze onder de druk van de media bezwijkt. Ze wil beroemd worden. Dat is wel waar. Dat ze beroemd wordt. Ja. Ja. Wat heb jij daar nou in je hand? Heel treurig beeld, hè, dit. Zo, Chloe en Chloe's moeder, die blijkbaar ook in het complot zit. Je krijgt van ons 2 weken om iedereen netjes te betalen. En anders, de Tablet of Terror. Nee, grapje, verkeerde programma. Nee, serieus, Chloe, betaal. Anders zijn wij genoodzaakt om bij elke snabbel waar je komt ook langs te komen met een camera. En jij hebt daar geen zin in en wij al helemaal niet, alsjeblieft. Goed, heeft Chloe jou ook niet betaald? Of ben je boos om iets anders? Bel boos@bnnvara.nl en abonneer op ons kanaal. Duimpjes omhoog en tot volgende week, waar de kampvuurbeelden er niet om liegen. Wil je... nog een filmpje kijken. Kijken, kijken, kijken. Doe klikken. En vergeet ook niet te liken.